Nee, niet zo poepen. Ga gewoon liggen. Poepen. Niet zo piepen, sorry. Helemaal. En welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Ilse Kramer en ik zit hier naast Emma. Emma Kramer. En ik heb deze video eventjes mijn zusje met Down syndroom deel 2 genoemd. Omdat Down syndroom moet niet opnieuw. Down syndroom heb jij toch? Ja. En ik heb dit eventjes zo genoemd omdat wij echt al 1,5 jaar geleden onze allereerste video online hebben gegooid. Deze video is nu al echt heel vaak bekeken, over de 100.000 weergaven. En dat had ik totaal niet verwacht dat die zo hard zou gaan. En omdat we de laatste tijd zo erg zijn gegroeid, wil ik jullie graag opnieuw een soort van voorstellen aan Emma. Omdat heel veel mensen nog de vraag stellen, heeft Emma een beperking? Is Emma, heeft ze Down syndroom? Weet je wel, dat soort vragen van heeft je zusje iets? Dat heeft ze en dat wil ik dus in deze video even weer duidelijk gaan maken dat mijn zusje Down syndroom heeft. Omdat heel veel benieuwd zijn hoe oud je bent, wat je aan het doen bent. Dat allemaal dus in deze video gaan wij die vragen allemaal voor jullie beantwoorden. Emma gaat die eigenlijk voor jullie beantwoorden want het gaat over haar. Dus ga lekker de vraagjes voor jou beantwoorden. Ja! Van bijna alweer. Vandaar dat ik dus deze deel 2 start van mijn zusje met Down syndroom. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus vind je het nou leuk, doe zeker die duimpjes omhoog. Doei! Vergeet niet te abonneren, want we gaan op weg naar die 16.000, hè? Ja. En die gaan we hopelijk een keer binnenkort halen. Nou, en bovenop staan, zullen we daar de deel 1 video maken van mijn zusje met Down syndroom? Ja. Maar het is gewoon al echt 1,5 jaar geleden, dus vandaar even deze nieuwe. Dan gaan we lekker beginnen, toch? Ja. Let's go! Oké, hier begint de eerste vraag. Hoe oud ben je? 12 uur? Nee. 12 jaar. Ben je 12 jaar? Ja. Ja, bij de allereerste video was Emma toen nog maar 10. En nu ben je alweer 12. Emma gaat nog steeds naar school. Vorige keer zat ze toen in groep 6, dacht ik. En dan ging je naar groep 7. En nu zit ze alweer in het eerste jaar van 2 scholen. Op de maandag, dinsdag en woensdag ga je altijd naar de Vechtelcollege. Vechtelcollege. In Dedemsvaart. Dedemsvaart. Dan zit ze in een integratieklas bij beide scholen trouwens. Ja. En dan zit je in een aparte klas, toch? Ja. Dan krijg je dezelfde lessen een beetje, maar dan toch een beetje anders. En dan bevalt het goed. Boeken lezen. En wat nog meer? Schrijven, boeken lezen. Gaan heel snel kijken. Ook nog? Ja. Tof hoor. Dus je gaat van alles doen? Ja. Goed zo. En wat ga je op de donderdag en vrijdag altijd doen? Paddenschool. De Boslusschool, hè? In ja. Waar zit die? Oma. Ommen, goed zo. Dus dan ga je altijd naar Ommen toe. Ja. Moet Emma vaak naar het ziekenhuis? Nee. Nee, helemaal niet. Hebben jullie wel eens ruzie? Want het lijkt me van niet. Ze ziet er vrolijk uit en zo lief. Dankjewel. Dankjewel. En ja, we hebben wel eens, nou ja, niet echt ruzie of zo. We zijn gewoon zussen. Maar nee, eigenlijk niet echt, toch? Nee, wij hebben niet echt snel ruzie. Het is altijd gewoon, of soms een, nou ja, niet echt meningsverschil, maar dan wil ze niet echt luisteren naar mij als ik bijvoorbeeld naar bed moet of zo, snap ik, want dat wil ik ook niet altijd. En ja, daar kan het nog wel eens van, oh nee, en dan wel. Als Emma iets heel graag wilt, maar ze mag het niet, is er dan oké mee of niet? Nou, dan kan je soms nog wel eens een beetje boos worden, toch? Ja! Ja, een beetje. Maar dat heb ik ook hoor. Als ze gewoon iets wil en dat gaat niet, dan kan ik nog best wel denk altijd van, oh, weet je wel, dat hebben ze net zoals bij ons eigenlijk als vader. Waar ben je fan van? Justin Bieber. Justin Bieber, die was makkelijk. Hoe gaat het met jullie bij het douchen, et cetera? Nou, met douchen gaat goed, toch? Ja. Ja, want je kan zelf wel een beetje je haren wassen en je huid allemaal, dat doe je goed, toch? Ja, net gedoucht. Je hebt net ook gedoucht? Ja. Ja, dus wel lekker fris. Oh, ruikt lekker hoor. Ja, met even zeep. En dat kan helemaal goed. En met tandenpoetsen ook. Ja. Alleen we moeten er wel gewoon bij zijn om haar te helpen met aankleden. Ja. Tandenpoetsen. Ja. Wassen. Ja. Zeg je op alles wat ik zeg ja? Ja. Doet Emma ook aan de sport? Dat is mijn vraag. Doe jij aan de paardrijden. Sport? Paardrijden. Jij doet aan paardrijden, hè? En hoe vind je dat paardrijden? Heel leuk. Op wie rij jij? Diamond. Diamond is jouw paard, toch? Ja. Welke kleur heeft Diamond? Bruin. Ik heb de lap en laarzen. En laarzen. En wit met een witte broek. Witte broek. Dan heb je zo'n mooi jasje erop, toch? Zo'n dingetje ervoor. Vasje. Een zwart vestje erop. Helemaal alles in paardrijdstijl, hè? Ja. En dan ga je lekker paardrijden. Ja, met Richard. Ja, met Richard, hè? Die doet goed bij jou, hè? Heeft Emma een smartphone? Kan ze daarmee overweg? Emma heeft geen telefoon, maar wel een tablet. Tablet. En daar kijk je altijd de YouTube-video's op. Wat ik heel graag met jou zou willen doen, is naar Disneyland. Disneyland! Want jij kijkt alleen maar op de tablet, alleen maar naar Disneyland. Ja! Ja. En dat soort dingen. Dus het lijkt me tof om haar een keer daar naartoe te nemen. En natuurlijk kinderen voor en kinderen. En nog meer. Kinderen voor kinderen vind je ook altijd nog leuk, toch? Nog meer. Wat dan? Mickey en Minnie Mouse. Mickey en Minnie
trouwens, hè? Ja. Oeh, spannend. Maar in ieder geval iets met Disney, want koffie. Ik vind het heel leuk. Zou je Emma willen inruilen, zeg maar, voor een normaal iemand? Want Emma is wel normaal, maar ze heeft wel veel van de aandacht nodig. Nee. Never zou ik Emma willen inruilen. Echt nooit gewoon. Dan was mijn leven echt, ik weet niet, dan was het gewoon een beetje, dan was het gewoon normaal eigenlijk. Ja. Nu is mijn leven gewoon een beetje anders en dat vind ik wel fijn. Er zit gewoon een beetje een twist aan en zo. Lekker thuis blijven. Maar je bent mijn hartstikke lieve zussie. Ja. En als ik een normaal zusje had gehad, dan weet ik niet hoe het was. Hoi Ilse, ik vind jouw video super leuk. Vooral de video's met Emma vind ik leuk. Mijn vraag is het lastig om te leven met een zusje die het Down-syndroom heeft? Ik hoop dat je reageert, want ik ben echt fan. Ik vind het niet lastig om te leven met Emma, omdat ik het gewoon al gewend ben. Ik leef nu 24/7 bijna dag in dag uit wel met een zusje met Down. Het is dus gewoon een leven wat ik al gewend ben. En ik wil het daarom ook aan jullie laten zien hoe dat nou is. Want ik ben niet de enige die een zusje, broertje of een nichtje, neefje of zelfs een dochter of zoontje met de Down-syndroom heeft. Dus vandaar dat ik het hier wil laten zien. En wil je nou echt exact weten hoe dat is, check zeker even... Check zeker even de afspeellijst hier beneden van de serie Emma. Met. Mag ik een shout-out doen? Shout-out naar jou, Laura. Ik weet niet naar wie je een shout-out wil doen, maar ik doe hem naar jou. Dit was dus eventjes de video van mijn zusje met Down-syndroom deel 2. En Emma die kan ook nog gewoon nog steeds heel goed fietsen en een boekje lezen en dat allemaal. Dus lijkt het jullie leuk, omdat als ik dat gewoon een keer laat zien hoe deze kleine meid dat doet, dan moet jullie zeker... Oh, groot. Doe zeker die duimpjes omhoog. We gaan voor de 300 duimpjes. En dan laten wij een video zien met Emma een beetje van het lezen, een beetje het fietsen, schrijven. Dus willen jullie iets sturen naar Emma? Een lief kaartje of een berichtje of anders? Dus kan je me ook op social media benaderen. Maar je kan ook gewoon naar ons postadres iets sturen. Dus mocht je Emma willen blij maken met iets, dan kan het allemaal. En dan zullen wij het een keertje in de video behandelen als je dat hebt gedaan. Voor nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei doei!